Ik sta hier in het Persmuseum met de heer Schouten, de curator van deze tentoonstelling, Simon Carmichelt. Om gelijk met de deur in huis te vallen, Simon Carmichelt is heel vroeg al begonnen met schrijven. Kunt u daar iets over vertellen? Nou, hij is zeker vroeg begonnen. Hij is al begonnen als 16-jarige scholier op de HBS bij een schoolkrant. Hier zien we een voorbeeld van de schoolkrant waarin hij schreef. Dat is De Schakelaar. Dat was een orgaan voor een aantal HBS'en in Den Haag. En wat we hier dan zien, De Schakelaar, opengeslagen. En wat zien we? Allemaal artikeltjes die ondertekend zijn door S. Carmichelt of door SC, dat is Simon Carmichelt. Hier een filmrubriek. Dat heeft hij 3 jaar gedaan. Toen het werken voor die schoolkrant, dat ging ten koste van zijn huiswerk en zijn functioneren op school. En als 17-jarige werd hij van school gestuurd. Maar hij wist al wat hij wilde worden, namelijk journalist. En dat zijn zijn grote voorbeelden die we hier laten zien. Heijermans, Klerenkoper, Luc Willink en Pasquino, ofwel Johan Luger, die voor de Telegraaf ook soortgelijke cursiefjes schreef als Simon Carmichelt. Dat waren zijn grote voorbeelden. Hij heeft de korte tijd gewerkt als volontair bij het Vaderland. Dan wordt hij echt als betaalde kracht aangenomen bij het blad Vooruit. En Vooruit was een Haagse editie van Het Volk, wat na de oorlog Het Vrije Volk zal gaan heten. En bij Het Volk gaat hij vanaf 1936 ongeveer, hij is dan begin 20, kleine cursiefjes schrijven, kleinigheden, dat is over het dagelijks leven, kleine voorvallen op straat. En dat zou je kunnen zien als een soort opstap naar zijn latere kronkels. En daarnaast had hij een rubriekje voor de politierechter. En daar worden allerlei kleine politiezaken voor de politierechter, beschrijft hij daarin. En dat schreef hij om de dag. Hè? Dus de ene dag kleinigheden, de andere dag politierechter. En daarnaast was hij redacteur van de kunstrubriek en ging die toneelrecensies en filmrecensies schrijven. In juli 1940, Rost van Tonningen neemt dan met zijn kornuiten de macht over van de directie. De directie wordt opzij geschoven, het wordt een NSB-directie. En dat is voor Simon Carmichelt een reden om principiële redenen meteen op te stappen. En hij neemt dan ook direct ontslag op staande voet. Je moet bedenken dat hij dan wel net vader is geworden van zijn eerste kind, Marianne. Dan gaat hij wel wat snabbels doen. Hij gaat een roman schrijven. De roman mislukt. Hij gaat wat boekjes voor de ANWB schrijven. Dan in 1943 trekt hij uit Den Haag weg. Dan gaat hij naar Amsterdam. Daar raakt hij betrokken bij de illegale paroolgroep. En daar speelt hij een hele belangrijke rol. Men kende hem niet beter dan Dick van Schoonhoven. En daar is hij de tussenpersoon tussen de redactie en de drukkerij. Hij schrijft zelf hooguit, zegt hij in een interview, 5 stukjes voor de illegale krant. Maar hij zegt dan wel, dit heb ik altijd als mijn belangrijkste journalistieke werk beschouwd. Namelijk het vormgeven, het zetten van de illegale parool. Wat we hier laten zien, dat is de eerste legale uitgave van het parool. Uiteraard ook weer helemaal vormgegeven en gezet door Simon Carmichelt. Kijk, wat direct na de bevrijding was, was namelijk grote papierschaarste. En bij het parool waren veel academici eraan verbonden. Die schreven ellenlange stukken. En Carmichelt was als vormgever, hij was niet eens officieel eindredacteur, maar als vormgever was hij veel belangrijker. Want hij bepaalde hoeveel er in de krant kwam en wat er in de krant kwam. En dan vooral mensen die nogal lange stukken hadden geschreven, die pakte hij al een heel pesterig beet, legde dat op het bureau van de schrijver en zei dan, zo joh, dan moet jij vanavond nog maar eens even goed doorlezen. Met andere woorden, veel te lang, slecht, wordt niet geplaatst. En Carmichelt is tot 1952, is hij, naast dat hij zijn kronkels inmiddels schreef, is hij filmredacteur geweest en toneelrecensent. Dat is zijn eerste cursiefje dat hij ondertekent met kronkel. En ik heb altijd gedacht, kronkel, ja, dat komt natuurlijk van een gedachtenkronkel, een hersenkronkel. Is niet zo. Toen was er al een kinderpagina en daarin schreef Jeanne Roos een kinderfeuilleton. En daar komt een heel slim wurmpje in voor. En dat wurmpje, die heet Kronkel. En daar heeft hij de naam, het pseudoniem Kronkel van gehad, moet ik eraan toevoegen. Hij had een hele kortstondige liefdesrelatie gehad met Jeanne Roos. En als dank daarvoor, als het ware, gebruikt hij de naam Kronkel.
Dit zijn de schriftjes waarin hij zijn cursiefjes, zijn kronkel, of zo, liever gezegd, zoals hij zelf altijd heeft omschreven, heel bescheiden, zijn stukjes. Hij had het over zijn stukjes. Hier schreef hij zijn stukjes in. En het liefst, er waren speciale schriftjes die hij kocht in Parijs. En dan liefst een ruitjesschrift, want dan kon hij aan de hand van de ruitjes uittellen of hij op de goede lengte zat. Dit is ook wel heel curieus. Hier zien we een uitnodiging voor de uitreiking van de P.C. Hoofdprijs. De P.C. Hoofdprijs is hem toegekend in 1974, maar het is pas uitgereikt in 1977, want men wist eigenlijk niet of het moest beschouwen de prijs voor de literatuur of voor de essayist. En uiteindelijk is het toch de literatuur geworden. Dus het geeft alleen maar aan hoe omstreden nog lange tijd de stukjes van Carmichelt zijn geweest. We hebben hier een soort collage gemaakt van de meeste belangrijke illustratoren van Carmichelt. Met al deze mensen was hij ook nauw mee bevriend. Wij kennen Carmichelt altijd als schrijver van kroeglopen, melancholieke stukjes, stukjes over zijn kinderen, kleinkinderen. Maar hier zien we een hele boze Carmichelt. En waar is hij boos over? Is een discussie over het communisme. Als hij ergens tegen was, dan was het tegen allerlei vormen van totalitaire stelsels. En dat was voor hem fascisme, maar ook evengoed het communisme. En hij heeft zich ook heel boos gemaakt, of woedend gemaakt over de inval in Hongarije in 1956. Hij heeft zich ingezet om brochures te schrijven tegen de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. Vandaar de brochure Shell Smerum uit Zuid-Afrika. Hij heeft meegewerkt aan een brochure over Biafra, waar een smerige oorlog werd gevoerd met kindersoldaten. Daar werkte hij belangeloos aan mee. Ook Amnesty International mocht altijd een beroep op hem doen. Hier krijgt langzamerhand hij natuurlijk dat hij heel populair gaat worden. In allerlei bladen gaat verschijnen. Televisier, Hollands Diep, VARA-gids. Wat hij ook heeft gedaan, gewoon belangeloos. Meegewerkt aan de stichting Pandora. En daar heeft hij de slagzin bedacht. Ooit een normaal mens ontmoet en beviel het. En het grappige is, het is weerspiegelend, dus als je het voor je zou houden, dan zie je jezelf en dan lees je de tekst ooit een normaal mens ontmoet. En dat is weer het grapje van de Carmichelt vrienden. Die hebben toegemaakt, ooit Carmichelt ontmoet en beviel het. Dat vind ik zelf een hele mooie tekening van Opland. Volkskrant 1987, het overlijden van Simon Carmichelt. Weer in zijn eeuwige regenjas, met zijn tas. De laatste kronkels dwarrelen zo weg. Bordje heden gesloten. En waar hij veel over heeft geschreven. En een bundel die uitermate populair is geweest, heet de Poespas. En nou, hier zien we het poesje ook rustig slapen. En dan dag, Simon.